Het verhaal van een kik, kik. Tutokke de gekko maakt zijn geluidje 11 keer. Voor ons het teken dat onze twee vrienden spoedig zullen verschijnen. En daar zijn ze, vrolijk springend op de vensterbank recht voor ons. Het is zo aanstekelijk dat wij ook aan het springen zijn op het romantische grote bed, klaar om met een nieuwe conversatie te beginnen. Abakabar zijn de eerste woorden die Tutokke krakend weet te uiten. Bye bye is onze gezamenlijke reactie. En hebben jullie vandaag weer een leuke ervaring gehad die jullie ons kunt vertellen? Vraagt Tutokke met zijn hoge geluidje. Vanmiddag zaten we rustig te zitten op de veranda en luisterden we naar de vogeltjes. Weliswaar zijn wij geen specialisten op vogelgeluidjesgebied, maar we kunnen ze wel een beetje onderscheiden. Echter, wat de namen betreft, zijn we echt twee dummies. Dus zijn we fantasienamen gaan geven. We bedachten zelf de namen van de vogeltjes die we hoorden. De meest populaire is de vogel die wij de vrolijke bamboefluiter zijn gaan noemen. Vivi is het beste in het herkennen van deze vogel. Maar er zijn er meer, zoals bijvoorbeeld het zonnige tjempaka-springertje en de weet niet hoe te eindigen lawaaimaker. Of vogeltjes als de kokosnootkanarie en de durianduif. De musjes zijn gespecialiseerd in de vogeltjes ketjak en doen ketjak, ketjak, ketjak. Erg leuk wat jullie doen, reageert Tutokke enthousiast. Ja, en we vonden nog meer namen uit, zoals bijvoorbeeld de blauwe hemelpieper of de futefluut. Maar er is er één die ons het meest intrigeert en dat is omdat we hem nooit te zien krijgen. En dus gaven we hem de naam Pieterpiet. Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Behalve dat hij dus compleet onzichtbaar blijft, zegt Vivi, is ook zijn geluid opmerkelijk. Eerst is er een lange platte toon, vervolgens gaat de toon omhoog, om dan steeds lager en lager te gaan. Een afstervend geluid, klagend zou je ook kunnen zeggen. Je wordt er in ieder geval niet vrolijk van. De prins kwam bij ons zitten, neem ik weer over, en we vroegen hem naar de vogel. Uiteraard kende hij die, want je hoort hem overal op Bali met zijn klagend geluid, en hij wist ook de naam. Nkik, nkik, nkik. Een onomatopee in feite, wat in Bali schering en inslag is, dat iets de naam krijgt van het geluid dat het maakt. De prins vertelde ook dat op Bali het verhaal rondgaat dat de vogel dit geluid maakt, omdat hij aan het baren is, vanuit zijn rug. En tegelijkertijd aan het doodgaan is, wat het droevige geluid verklaart. Ja, we kennen het verhaal, reageert Tutokke. Mensen worden er droevig van als ze de vogel horen. De prins vertelde dat toen hij nog een klein jongetje was, moeder hem verhalen vertelde en dit was één van de verhalen. Wat we wel vreemd vonden, want je gaat een kind toch niet van die droevige verhalen vertellen. Op Bali houden mensen toch wel van dit soort verhalen, vergoedert Tutokke. De prins ging weer en na een tijdje begon de nikik-nikik-nikik zijn langgerekte klagerige geluidje weer te maken. Ik probeerde het geluid te imiteren, een poging doend om in contact te komen met de vogel en toen liet hij zich daar plotseling zo haar zien, zittend op een tak vlakbij. Ik kon duidelijk zijn oranje buikje onderscheiden. Hij keek ons aan en sprong toen van de tak in de richting van Vivi's hoofd en landde op de kleurige hoofdtooi van Vivi. Waarschijnlijk werd hij daardoor aangetrokken of dacht hij dat het een vogelnestje was. Dat laatste is best mogelijk, omdat hij niet de enige is die denkt dat het mogelijk een vogelnestje is, want op het vliegveld in Amsterdam waarschuwde de douanier toen hij zag dat we naar Bali gingen, pas maar op dat er niet een vogeltje in gaat nestelen. Vivi was een beetje geschrokken en klaarblijkelijk zag de vogel dat en begon zwaar te praten. Wees niet bang, ik wil jullie gewoon wat vertellen. Dat de dieren op Bali tegen ons beginnen te praten, daar kijken we niet meer voor op. En zo startte de nikik nikik nikir het verhaal over de koekoeksfamilie waar de vogel kennelijk toe behoort. En toen begon ik al een beetje door te krijgen hoe het zit, want het is bekend dat de koekoek de eieren in een andere vogelnesten legt. En dat is precies wat ook hier gebeurt. De vogel zei dat het nu eenmaal hun gewoonte is. Veel meer had hij er kennelijk niet over te vertellen, want hup, daar was je alweer weggevlogen, onzichtbaar in het gebladerte van de bomen. Het kan best zijn dat de mensen op Bali hun verhaal over de nikik nikik nikir vertellen vanwege de diepere betekenis die er misschien aan kleeft, probeert Tutokke het verhaal van de Baliërs te verklaren. Het gaat in het verhaal tenslotte over geboorte en dood, dat het één ding is. Zoiets als droom of realiteit, twee kanten van hetzelfde.
Ja, net als wij. Het ene moment zitten we hier recht voor jullie en het volgende moment zijn we er niet meer. En om dat te benadrukken zijn onze twee vrienden gevlogen. Net als de vogel. Droom of realiteit?